Studenten van het ROC zetten zich in voor Serious Request. Samen met communicatiebureau Vis-a-Vis en het Rode Kruis proberen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. En dat doen ze met de zogenaamde overvalmethode. Ze gaan bij het bedrijf langs en proberen zo direct in contact te komen met de directie. Volgens een van de initiatiefnemers werkt dit het beste. Alleen een brief op de mat is redelijk passief. Die komt bij de secretaresse in de postmap en wordt wel of niet doorgegeven. Ga ervan uit dat die wordt doorgegeven. Maar door een beetje tamtam en extra aandacht hieromheen wordt in ieder geval de helft van het totaal te benaderen bedrijven heel actief benaderd door studenten die ook echt met de missie aan het bureau van de directeur komen. En ik denk dat dat wel gaat bijdragen. De studenten zelf vinden het ook een goede actie en zetten zich dan ook graag in. Toen deze actie op school ter sprake kwam, was ik eigenlijk meteen enthousiast over. En heel leuk om bedrijven op deze manier dan te kunnen benaderen. Het is heel leerzaam voor onszelf, maar het belangrijkste is natuurlijk dat we heel veel geld proberen op te halen voor mensen die in nood zitten, zeg maar, en problemen hebben. De bedrijven steunen met hun donatie niet alleen het goede doel, maar ze krijgen er ook iets voor terug. Zo krijgen ze bij minimaal 1000 euro een cursuscadeau van het Rode Kruis. En bij minimaal 2.500 euro krijgen ze ook nog eens reclame op een van de stad- of streekbussen en op onze zender. Gaan jullie er iets mee doen? Weet je nooit, hè? We gaan het in ieder geval kritisch bekijken. We hebben natuurlijk meerdere goede doelen aanvragen, maar we gaan het echt even goed bekijken en wie weet. De studenten zijn nog tot en met 19 november te vinden op verschillende bedrijfsterreinen in de stad. Ze proberen in totaal 3000 bedrijven over te halen een donatie te doen.